Ik ben Helene Koelen, ik ben zangeres en artistiek leider van het Nederlands Bachconcert. En van 5 tot en met 8 maart gaan we een hele mooie concertreeks geven rondom vrouwelijke componisten. Waarom ik dit thema zo belangrijk vind, is als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen in Iran die hun haar afknippen terwijl het toch heel gevaarlijk is, dan vind ik dat enorm dapper. En het intrigeert mij ook enorm. Ook de vrouwen die in Afghanistan meisjes laten werken in naaiateliers en daar dan toch rekenen en taal gaan geven, dat inspireert mij enorm. Tijdens de concerten zoomen we in op de tijd van rond het vrouwenkiesrecht, dus rond 1900. Katrien Wijnands schreef dit prachtige intieme boek Thuis in elke tijd over haar oma Kate Kolf, die leefde in die tijd. Zij komt daar iets over vertellen en wij zingen prachtige composities, duetten, liederen van vrouwelijke componisten die leefden rond die tijd. Zoals Clara Schumann en Agatha Bakker-Gröndahl. Dat zijn hele onbekende componisten, maar niet minder mooi. Wij willen heel graag Internationale Vrouwendag samen met u vieren. Komt u ook? Helene, zijn vrouwen alleen welkom of mannen ook? Nee, mannen zijn ook welkom.